Allee. Twee kan het wel, twee kan het wel. Okay. Wat wij eisen van die regering, is dat die benzineprijs gestopt wordt teruggedraaid. Er gaat vandaag een brief naar de president, waar een van de zaken die is aangegeven, dat er binnen 48 uur, ja, na ontvangst, de zaak moet zijn teruggedraaid. We hebben bewust voor een korte periode gekozen, omdat we niet te lang gaan wachten dat de zaak wordt teruggedraaid en dat die effecten ervan steeds dieper wortel gaan schieten. Ja? Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt om terug te draaien. Anders gaat letterlijk wat Ben Estrada zegt, we doen een film. En hoe nood dan op Ailuku voor je doen een film. En als die 48 uur om zijn en er is niets teruggedraaid? Dan gaan we die samenleving in beweging moeten brengen. Mensen, sta op en ga niet morren. Ga niet alleen maar morren aan programma's via de radio's deelnemen, hoop kabaal maken en na een tijdje is het afgelopen. Dan is het weer terug naar de orde van de dag. Daar moeten we echt niet aan beginnen. We moeten nu naar die regering toe duidelijk maken van Asari. De rek is eruit. De arbeiders en de burgers van dit land kunnen geen prijsverhogingen meer hebben. De overheid moet komen met een bezuinigingsplan waarbij ministers, mensen van de Nationale Assemblée niet ontzien moeten worden. Want de gemeenschap die verwacht een stukje solidariteit. Ook van de mensen die in hun dikke auto's rondrijden en die geen cent betalen voor benzine. Maar nu moet het volk, nu moeten de arbeiders het gelag gaan betalen. Dus daarom stellen wij dus dat deze maatregel teruggedraaid moet worden. Maar bovendien moet de regering ons ook niet in deze periode van die diepe recessie confronteren met rij- en voertuigenbelasting. Deze maatregel gaat ervoor zorgen dat een aantal bedrijven weer in de problemen komen en hun deuren moeten sluiten, waardoor de werkloosheid gaat toenemen. En u weet wat de relatie is tussen de werkloosheid en de criminaliteit. Dus deze genomen maatregel, die in het luchtledige is genomen, zal ook consequenties hebben voor de criminaliteit. Daarom zeggen wij terugdraaien van deze maatregel. We hebben gezien wat er gebeurt in Frans-Guyana. Daar hebben in elk geval de mensen laten blijken, en ook massaal zijn ze opgestaan tegen toestanden, tegen zaken die zich daar voordoen en waarin ze zich niet kunnen vinden. En dat signaal is overduidelijk. En ik kan u verzekeren dat de overheid, of zo u wil, de regering van Frankrijk, die zal met die, eigenlijk kan je spreken van een opstand, dat die zeker daarmee rekening gaat houden. En dat ze ook gas zullen terugnemen en daadwerkelijk maatregelen treffen, zodat er weer een stukje rust komt. Dus in elk geval heeft Frans-Guyana, de bevolking van Frans-Guyana, duidelijk aangegeven van meneer, als we dat punt hebben bereikt, dat Assane Sarunu, dan moeten we niet stilzitten en in de huiskamer of op via de radio morgen, maar daadwerkelijk consequenties daaraan verbinden. Meneer Berenstein, geeft u de Surinaamse samenleving te slap, vreemd liever, te veel pikken misschien, want het is de eerste keer dat we in deze setting zitten? Nee, ik ga dus daar niet een waardeoordeel over vellen. Op het moment dat ik kan de Yusrif Eskerik van, amen, men heeft er schoon genoeg van. Je kan natuurlijk indicaties hebben en kijk, hoe meer dit soort dingen gebeuren, ja, ik hoop dat die regering zich daar bewust van is. Hoe meer dit soort dingen gebeuren, dat je de mensen zo verrast, hoe dichter we bij dat moment komen. Dus dat moet wel duidelijk zijn.